dit is de middag van Steven Berghuis. En dan is het 2-0 een ongekende luxe voor de Rotterdammers. En je bent nooit te oud om te juichen. Feyenoord sluit 2019 af met de overwinning. Is het simpel gezegd eind goed al goed voor Feyenoord? Ja, wel als je kijkt waar de club vandaan komt. Ze stonden op een gegeven moment 12e met uitzicht op vrij weinig. Ja, toen kwam Dick Advocaat en 7 wedstrijden later plek 5. Door in de beker, perspectief. En als je een stand had opgemaakt vanaf het moment dat Advocaat trainer werd bij Feyenoord, hadden ze bovenaan gestaan. Ja, we zijn denk ik terug. De laatste weken waren een stuk beter. Het begin van het seizoen gaat het wel moeilijk, maar gelukkig hebben we teruggepakt. Dat is een geweldige match gebleken, het Advocaat en Feyenoord. Moet je vooraf altijd maar afwachten. Maar als je kijkt naar de resultaten, los nog van het voetbal, dat ook wel beter wordt. Maar als je puur kijkt naar de resultaten, ja, is het natuurlijk geweldig geweest dat Advocaat deze ploeg bij de hand heeft genomen. En leeft Feyenoord weer. Nou ja, je ziet dat wij wel steeds beter gaan spelen. Kijk, in het begin was het lastig, was het voetbal ook nog niet gelijk goed, maar je ziet dat we ook steeds beter gaan voetballen. Daar heb je natuurlijk even de tijd voor nodig. Maar wat de trainer nu wil, dat komt steeds beter terug op het veld, denk ik zelf. En hopen dat we deze lijn een beetje door kunnen trekken. Hier Sinisterra, aardig voorgelegd en onbereikbaar voor Oenerstal en de goal van Berghuis. Stapje bij stapje gaat het wel wat beter, dat wel. Zelfvertrouwen komt met winnen. En dat doet Feyenoord. Hè? Of in ieder geval, ze verliezen niet in competitieverband. Dus dat doet altijd iets met een ploeg. En als je dan ook nog doorgaat in de beker. Een hele lastige wedstrijd bij Cambuur die je dan ook nog wint. Ja, dat is een positief iets. Ik denk dat we ook fases in het seizoen hebben gehad waarin we dit soort wedstrijden zouden verliezen. En nu win je hem. Ja, dan leidt succes. Het ene succes leidt tot het andere succes. En zo werkt dat. En Advocaat heeft daar natuurlijk wel een hand in. Nou ja, ik begin met de jongens en ik begin een verhaaltje en van daaruit neem je de spelers individueel wat je van ze verwacht en wat je wil zien en dan hoop je dat terugkomt. Ja, iedereen kent hem en hij is een trainer met die passie en strijd wil zien. Vanaf een goed georganiseerd, compact team en dan dat denk ik dat we hebben goed opgepakt. En als we één quote van de Advocaat moeten aanhalen, op wat voor manier gaat hij te werk? Nou, één quote vond ik wel opvallend bij zijn aanstelling. Dat hij zei, ik leg niet uit, ik deel mede. En zo is het natuurlijk ook. Hij is absoluut de baas bij Feyenoord. Hij is binnengekomen en heeft gewoon gezegd hoe hij wil dat het gaat gebeuren. En zo gebeurt het ook. En voorheen waren er nog wel eens spelers die kwamen vragen of ze misschien konden overslaan met een wedstrijdje op kunstgras, met een wat lichte blessures of wat andere dingetjes. Maar Advocaat zet gewoon die speler op het formulier of op het bord en ze moeten gewoon spelen. Ja, en dat is het grote verschil. Hè. Er wordt nu gewoon gezegd wat er moet worden gedaan en dat gebeurt dan ook. Het is wel een vrij stille groep, vind ik, ook na elkaar toe. En dan probeer je ook een beetje te activeren. Want joh, zeg eens wat tegen elkaar als iemand een fout maakt of iemand niet doet wat hij moet doen. Ja, dat hoort er ook bij, vind ik. En dat is ook een, ik vind het een vervelend woord, maar het zal een modern woord zijn, maar dat is ook een proces. En als je Advocaat hier rond ziet lopen, dan loopt hij misschien wel als de meest trotse Feyenoorder hier rond, hè? Ja, het is ijs 72, maar ja, de druk van het winnen van wedstrijden, dat gaat er natuurlijk nooit meer uit bij hem. Dat is verslavend, dus ja, dat is hij blij. En ook het feit dat hij is gekomen en het is gaan draaien, dat is voor een trainer natuurlijk altijd prettig. Beter dat dan dat het nog slechter gaat. Dus ja, dat vuur zit nog steeds in hem en dat brengt je ook over op zijn spelersgroep. Want ja, je ziet er fijn dat dat toch een stuk weerbaarder is dan de ploeg die op een gegeven moment 12e stond. Dat is natuurlijk geen verwijt aan Jaap Stam, want hij moest werken met een groep. Met half fitte spelers, die wat allemaal heel lastig ging. En nu zijn ze natuurlijk allemaal wel wat fitter geworden. Misschien ook wel door een andere manier van trainen, een andere aanpak. Het kan natuurlijk best zijn dat dat het niet klikt tussen een spelersgroep en de trainer. Dat heb je wel eens. Ja, en de aanpak van Advocaat, dat werkt bij deze groep. Je ziet het ook aan Koksu bijvoorbeeld, is opgeleefd. Kutje! Goeie redding van Koremans, want die zit er nog aan. Daardoor komt de bal op de paal. Meer spelers die langzaam hun vorm weer beginnen te vinden. Ja, en als je dan ook nog wedstrijden gaat winnen, ja, dan kom je in een proces terecht van omhoog. Hè? En Feyenoord klom omhoog van 12 naar de vijfde plek.
En als je dat een aantal maanden geleden had voorspeld, dan was je misschien voor gek verklaard. Maar het uitzicht is er weer op plaatsing voor Europees voetbal. Of via de beker, of via de stand op de ranglijst. En dat is natuurlijk wel het allerbelangrijkste voor een club die een topclub wil zijn. En Berghuis is de gevierde man. 3 goals. De echte uitblinker bij Feyenoord in dit jaar. Als je kijkt naar hoe belangrijk die is geweest voor Feyenoord. En hij speelde tegen Utrecht een mindere wedstrijd. En dan merk je het ook wel gelijk. Hè? Dan loopt het aanvallend soms even net wat stroever. Kijk, als hij in vorm is, dan is hij zo vaak van waarde geweest. En ook beslissend voor Feyenoord. Dus ja, Berghuis is de meest kwalitatief sterke aanvaller die ze hebben. De belangrijkste speler. Ja, wat van mij betreft gaat die prijs of die titel, of hoe je het dan ook wil noemen, naar hem. Zit Luis Sinisterra daar misschien al heel dicht tegenaan? Steeds meer ja, want als Berghuis bijvoorbeeld het even niet hebt, zoals tegen Utrecht of Cambuur, hoewel hij toen wel een wereldgoal maakte. Ja, dan is het wel prettig als je wat andere spelers hebt die het dan voor je doen. Nou, Koksu staat op wat dat betreft ook wel weer steeds meer op. Maar Sinisterra maakt wel echt een stormachtige ontwikkeling door. Van dit, Sinisterra, mooi langs Dumfries. Dumfries denkt, dat gaat me niet gebeuren. Houdt hem vast. Nijhuis zegt penalty. En als je dat al ziet moeten, de credits wel naar Jaap Stam. Want hij was de eerste trainer die het in hem zag zitten. Die het aandurfde om hem op te stellen. Na een jaar waarin hij natuurlijk nauwelijks aan de beurt is gekomen. Onder Van Bronckhorst. Wat hij ook wel had ingecalculeerd. Omdat hij vanuit Colombia moest wennen aan de manier van voetballen in Nederland. Maar vorig jaar 4 wedstrijdjes geloof ik als invaller. Nu onder Stam basisspeler geworden. Steeds beter. Advocaat zag het ook meteen en laat hem staan. Ja, je ziet dat de ontwikkeling er onmiskenbaar in zit bij deze speler. Steeds sneller, sterker. Gaat nu ook wordt dreigender. Hij vindt zelf en terecht dat hij ook wel wat meer moet scoren. Dat hij nog wel wat beslissender moet zijn. Maar met een beetje mazzel had hij vandaag 2 assists achter zijn naam. Hè? Want dat moet je ook niet vergeten bij buitenspelers. Ze zijn natuurlijk ook wel afhankelijk van de spits of die ze wel of niet inschiet. Dus ja, ik denk dat Sinisterra wat dat betreft er heel snel aankomt en dat het een speler is waar Feyenoord op sportief vlak heel veel plezier aan gaat beleven nog. Maar ook een jongen die in de toekomst heel veel geld waard zal zijn om te kunnen doorverkopen. Dat is natuurlijk ook het beleid waar Feyenoord weer naartoe moet. Er moet waarde op dat veld. Nou ja, dat zie je al langzaam ook weer ontstaan met Malacia die steeds beter wordt als linksback. Met Koksu die zich ontwikkelt, met Sinisterra die nu gaat spelen. Met Senesi die voor 6 miljoen is gekomen, maar zich ook begint thuis te voelen en beter gaat spelen. Ja, dat is wat je wil als club. En wat dat betreft denk ik dat Sinisterra een speler is die daar misschien het voortouw in kan gaan nemen. Want als die zo doorgaat en eventueel nog een jaar en dan gaat er ook nog eens bij scoren, dan heb je een potentiële topspeler. En dus Feyenoord in 2020 de top 2 aanvallen? Nou ja, de top 2 aanvallen. Niks is onmogelijk als je ziet als je bij Utrecht uit kan winnen. Dan is er veel mogelijk. Alleen ja, ik denk dat ze zich eerst maar zullen richten op plek 3. En op Fortuna uit voor de beker. En dan het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken. Maar die 2 doelstellingen hebben ze wel, ja. En dat is natuurlijk het voordeel dat ze zich in deze positie hebben gemanoeuvreerd. Want als je als 12e de winterstop in gaat, ja, wat moet je dan nog? Maar nu is alles nog mogelijk. Ja, en dat geeft natuurlijk ook wel weer vertrouwen en een boost voor het trainingskamp in Marbella, waarin er veel moet gebeuren. Waar een advocaat aan het voetballen gedeelte zal gaan werken. Waar er misschien 1 of 2 nieuwe spelers zullen bijkomen. Waar er wat jongens worden verhuurd of op andere manier gaan afvallen. Ja, en dan selecteer je ook weer door wat nodig is voor een club als Feyenoord. En als dat dan lukt, ja, dan kan je weer een volgende stap zetten in de ontwikkeling die er nu ook alweer zit. Dus ja, wat dat betreft is het heel positief voor Feyenoord. Er gaat in 2020 denk ik 1 vraag centraal staan bij jullie. Dik advocaat, moet hij blijven? Ook volgend seizoen, daar gaat het nu al over. Ja, nee, wij... Ja, is er nog vroeg en dat is dan de club, is niet aan de rest. Maar natuurlijk hebben we tot nu toe heel goed samengewerkt. Wat moet ik daar nou? Dat denk ik niet.